Hoi kleintjes, wat een prachtige dag om op het strand te zijn. Wat is er, kleine Tom? Heb je iets gezien? Een haai? Dat is onmogelijk! Er zwemmen helemaal geen haaien in Autostad. Ik denk dat je gelijk hebt, kleine Tom. Kleintjes, van het strand af. We hebben hulp nodig. Ik begrijp heel goed dat jullie daar niet meer naartoe willen gaan. Misschien moeten we de autopatrouille inschakelen. Hoi jongens. Jullie zullen het niet geloven, maar er zwemt een haai bij het strand en de kleintjes zijn er ook. Kunnen jullie helpen? Perfect, laten we gaan. Kijk, het is de autopatrouille. Ze gaan ons helpen om de haai te vangen. Nee, Matt. Het is geen grap. De kleintjes hebben de haai allemaal gezien, of niet? Alila. Goed idee, Frank. Hector, kan jij over het strand vliegen en de haai zoeken? Go, go! Daar is hij! Laat het de anderen weten. Jongens, Hector heeft de haai gezien. Hij is een stukje verder bij het strand. Kleintjes, wacht hier. De autopatrouille zorgt ervoor dat het goed komt. Wat is er, Matt? Is het geen haai? Katie? Maar wat doe jij hier? En waarom ben je verkleed als een enge haai? Ah, je bent bij Tom langs geweest voor een makeover. Maar waarom zwem je dan in de rivier? Omdat je jezelf wilde bekijken in de weerspiegeling en toen viel je per ongeluk in het water. Oh jee, maar ik weet zeker dat de autopatrouille je kan helpen. Goed idee, Frank. Gebruik je haken om Katie te helpen. Goed werk, Frank. Kijk, kleintjes. Katie was de haai. Het is in orde. Jullie kunnen weer zwemmen. Haha, inderdaad, kleine Tom. Katie, je kunt beter even naar Tom de takelwagen gaan voor een kleine poetsbeurt. Bedankt voor jullie hulp, autopatrouille. Tot ziens allemaal. Tot de volgende keer. Het is een donkere nacht in Autostad. Zo te zien is er stormopkomst.
daar is Penny. Penny zegt dat ze naar huis gaat voordat de storm begint. Ah, papa. Wat is er? Heb je geen brandstof meer? Dan zou ik maar snel landen. Oh nee, een verkeerslicht is op de grond gevallen. Penny kan niet landen omdat het de weg blokkeert. Kijk, daar is Suzy. Goed idee, Suzy. De autopatrouille weet wat ze moeten doen. Hoi, autopatrouille. Penny, het vliegtuig vliegt door de lucht en wil landen. Maar de weg is geblokkeerd. Kunnen jullie helpen? Perfect. Laten we gaan. De autopatrouille is er. Hallo. Bedankt voor je hulp, Suzy. Waar is dat voor? Waar ben je, papa? Goed idee, Matt. Hector kan zijn touw gebruiken om het verkeerslicht van de weg te slepen. Knoop is eruit. Misschien werkt een haak beter. Je kan nu landen, Penny. Oh nee, door de storm is de stroom uitgevallen. Volgens mij heeft Matt een idee. Snel jongens, Penny komt eraan. Wat is dat? Een zaklamp? Daarmee kan Penny de weg zien. Penny gaat zo landen. Uit de weg. Gebruik je remmen, Penny. Je kan je ogen weer open doen, Frank. Woehoe.
Nu gauw naar binnen voor de storm, jongens. Mm-hmm. Oh. Wow. Tot de volgende keer. Hoi Karen, je moet niet spelen met die kaars hoor. Vuur is gevaarlijk. Ah, je lichten zijn kapot en je kan niks zien. Oh. Oh nee, de kaars heeft de boom in vuur gezet. Oh jee, het verspreidt zich. Snel, roep de autopatrouille. Jongens, er is een groot vuur. Kom snel. Snel, we willen niet dat het nog erger wordt. Waarom? Hierheen, jongens. Kom snel. Kijk, Karin. De autopatrouille is er. Geen zorgen. Zij gaan het vuur blussen. Snel, Frank. Gebruik je brandslang. Heb je een emmer? Wat doe ik? Oh, goed. Bedankt, Karin. Nu kan jij ook gaan blussen, Hector. Ga zo door, jongens. Wat is er met? Oh nee, Francis zit vast op het dak. Kan je bij hem komen, Frank? Hector, kan jij Francis redden? Goed idee. Houd je goed vast. We zijn blij dat je weer veilig bent, Francis. Ga zo door. Geef niet op. Ziezo, het vuur is geblust. Goed gedaan allemaal. Het was een ongeluk, Karin. En ongeluk moet gebeuren. Je lampen moeten gemaakt worden. Papi, papa. Kan jij dat met? Goed om te horen. Goed werk, Matt. Dank je, papa. Weer helemaal in orde.
Hé, Karin? Uh-huh. Nou, jullie hebben weer goed werk geleverd, jongens. Nogmaals bedankt. Doeg allemaal. Tot de volgende keer. Hoi, Katie. Wat voor kattenkwaad ga je nu uithalen? Oh, haha. Blaas je bellen met je kauwgom. Oh jee, Katie. Volgens mij heb je een te grote bel geblazen en zit je nu vast aan de weg. Oh nee. Als Ben de tractor je niet ziet, botst hij zometeen nog tegen je op. We gaan de autopatrouille inschakelen voor hulp. Het is maar goed dat Hector je heeft gezien. Hector, ik denk dat je Matt en Frank erbij moet halen om te helpen. Hey Matt, hey Frank. Hey Matt en Frank. Hector heeft jullie hulp nodig op de snelweg. Katie zit vast aan de weg met kauwgom en we moeten haar losmaken voordat Ben de tractor tegen haar opbotst. Matt, waarom gebruik je je speedbooster niet om er sneller te zijn en om Hector te helpen en Katie te redden? Frank, jij rijdt erachteraan en bedenkt een manier om de kauwgom te verwijderen. Veel succes, Frank. Geen zorgen, Katie. Matt en Hector zullen je van de weg afhalen. Waarom proberen jullie niet om Katie zijwaarts van de weg te trekken? Oh jee, jongens. Ik hoop dat jullie Katie op tijd kunnen redden. Waar is Frank nu naartoe? Oh jee, Frank. Wat ben je nu weer van plan? Oh, canapé, appétit. Ga je Katie van de weg afspuiten? Zo te zien was dat net op tijd, Frank. Ongelooflijk, want het scheelde niks. Wauw, Ben. Dat is wel hele harde muziek waar je naar luistert. Dat kan gevaarlijk zijn. Je botste bijna tegen Katie op. Het is goed, Ben. Het was een ongeluk. En de autopatrouille heeft Katie kunnen redden. Ik denk dat het verstandig is om kauwgom en koptelefoons te vermijden tijdens het rijden. Of niet? Goed gedaan, Frank. Heel goed dat je je slang hebt gebruikt. Misschien wil iedereen wel een beetje kauwgom, nu niemand aan het rijden is. Bedankt voor jullie hulp, autopatrouille.
En blijf uit de problemen, Katie. Hehe. Tot de volgende keer. Thank you.